De Garmin Fub XE. Met de Garmin Fub XE heeft Garmin de concurrentie vol ingezet op de GoPro. De GoPro is natuurlijk veruit het populairste actioncam in de wereld. Heel veel andere merken proberen daar wat vanaf te snoepen. Je ziet qua bouw dat de Garmin Fub XE veel meer lijkt op een GoPro. Hij is ook te gebruiken in combinatie met alle GoPro-accessoires. Aan de onderkant is hij gelijk aan de behuizing van een GoPro. Dus dat ook de GoPro-gebruiker eenvoudig kan overstappen op een Garmin Fub XE. Garmin heeft ervoor gekozen om niet 4K te filmen, maar vol in te zetten op alle mogelijkheden voor het koppelen van sensoren en gebruik te maken van alle aanwezige sensoren in het apparaat zelf. Denk wat aan de GPS-sensor natuurlijk, GKG-sensor, mogelijkheid om een Bluetooth headset te koppelen, zodat je gelijk audio kunt opnemen. Dit filmpje gaan we wat meer laten zien van de mogelijkheden van dit nieuwe apparaat. Hier zien we de standaard meegeleverde accessoires. Qua bevestiging de rechte plakker en de gebogen plakker. Uiteraard is er nog een heel scala aan los aan te schaffen accessoires beschikbaar. Beschik je al over een Garmin Fub, dan kun je met deze accessoire de nieuwe Fub XE gebruiken in combinatie met je huidige accessoires. Met dit beugeltje kan de Fub XE op de nieuwe accessoires gebruikt worden. Waar Garmin goed over nagedacht heeft, is hoe het toestel extern te voeden is. Gebruik je de Fub XE in of op een voertuig waar een 12 volt voorziening beschikbaar is, dan kun je gebruik maken van de handige aansluiting aan de zijkant van het toestel. Stel dat wordt een kabel meegeleverd met een USB-aansluiting. Heb je zo'n aansluiting beschikbaar, dan is het simpel. Zo niet, dan is er een kabel te koop waar je zelf een stekker aan kunt maken. Die kabel heeft gewoon twee draadjes, rood is de plus en zwart is de min, en kan op 12 volt aangesloten worden. Het gaat natuurlijk om de clip waarmee de kabel aan de Fub wordt gemonteerd. Deze klik je eenvoudig op de zijkant van de camera. De clip heeft twee belangrijke voordelen. De Fub blijft waterdicht en de aansluiting is niet kwetsbaar zoals bijvoorbeeld een mini-USB-aansluiting. De Fub-app is ook volledig vernieuwd en geschikt gemaakt voor de Fub X en de XE. Zoals je ziet hebben we live beelden op de telefoon. Je ziet dat er een kleine vertraging is als je de camera beweegt, maar dat is prima bruikbaar. Ook als je begint met opnemen, blijft het beeld actief. Even een paar tellen geduld hebben en dan is het beeld weer beschikbaar. Zo, eerste testfilmpje met de Garmin Fub XE. Gekoppeld aan de Sena SMA5. De Fub XE is gemonteerd op een valbeugel zoals je kunt zien. Maar uiteindelijk kan je het ding overal monteren waar je zou willen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om allerlei dingen te koppelen. Nou, in dit geval dus een Bluetooth headset. Vrij uniek voor camera's. En voor de echte fanatieke fietser is het ook mogelijk om de vectorpedalen te koppelen voor je vermogensmeting. Ja, hier op de motor heb ik er allemaal niet zoveel mee te maken, want het is gewoon met je rechterhand en het gaat allemaal vanzelf. Daarnaast kan je bijna alle endsensoren waar Garmin over beschikt koppelen. Denk hierbij aan een hartslagband voor de fanatieke fietser, cadanssensor voor op de fiets, tuursensor. Maar op zich, die koppeling van die Bluetooth headset vind ik wel een leuke. Uiteraard kan je ook een afstandsbediening koppelen, maar daarnaast zijn heel veel bestaande Garmin apparaten geschikt om als afstandsbediening te gebruiken, met name in het outdoor segment, dus de nieuwste generaties handheld, zoals alle nieuwe Edge modellen. Maar je hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om je telefoon te koppelen en die als afstandsbediening te gebruiken. En er is ook nog een losse afstandsbediening te koop, mocht je al niet over al dat soort dingen beschikken. Natuurlijk is de Fub XE niet alleen bruikbaar op de motor. Voor alle actiesporten is het een hartstikke leuk ding om mee te nemen. Vooral ook door het bijhouden van alle informatie, hoe hoog zit je, hoe hard ga je. Hoe hard ga je door de bocht? Wat is je hartslag? Ze voegen dus echt wat toe aan het standaard filmbeeld. Al deze data kan je zelf verwerken in je filmpje uiteindelijk, met de Fub Edit software. Met de laatste update voor de telefoons, dus de apps, is het ook mogelijk om dit op je telefoon al te kunnen doen. Zodat je gelijk direct na de actie je avonturen online kunt zetten. Ik moet zeggen dat dit soort dingen wel leuk is. Als je weet, ik ben aan het filmen, er gebeurt even iets onderweg, je kan gelijk even een klein beetje commentaar of geven of iets erbij uitleggen of erbij vertellen. Hopen dat jullie wat meer hebben opgestoken van de nieuwe Garmin Fub XE, ook in vergelijking met de GoPro. Wil
Wil je meer weten van de nieuwe camera's? Kom dan langs naar een van onze winkels, zodat we je de mogelijkheden kunnen laten zien. Bedankt voor het kijken.